Erik Maarten, voor de kickstart, heb jij pleinvrees? Nee, totaal niet. Mooi. En heb jij Terbrechtse pleinvrees? Ja, ook niet. Nog mooier, we zijn vertrokken. This new highway is black and green. Smallest road I've ever seen. Oh my sweet 16. Er is nogal wat te doen rond het Terbrechtseplein. Wat gebeurt er allemaal? Op het Terbrechtseplein zijn we bezig met de bouw van de flyover. En dat is een dek van circa 430 meter lang dat we over het Terbrechtseplein heen gaan lanceren. Ja, met die neus. Ja. Wat is jouw taak bij dit schone geheel? Ik ben werkvoorbereider. Dus ik zorg dat die jongens weten wat ze moeten doen, dat ze de spullen op tijd hebben. Het werk is voorbereid, je bent klaar nu? Ja, nee, nog lang niet. Nee, er blijft altijd wat voor te bereiden. Elk stukje dat je vooruit gaat, komt er een nieuwe taak die voorbereid moet worden. Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Kan je mij een beetje langs de hoogtepunten gidsen? Zeker, gaan we doen. We staan hier op de voorbouwlocatie. We hebben daar een mock-up. Dat is station 1. De prefab area, station 2. En de kist. Je hebt een heel treintje gemaakt, zeg. Ja, alles om de bouwtijd zo kort mogelijk te maken. Het meest complexe deel van het vlechtwerk, dat knippen we even los. Ja. Dat doen we apart. Ja. Dan ga je daarmee verder. Ja. En dan ga je hem daar storten. Ja. En dat zit jij s'nachts te verzinnen? Dat zit ik s'nachts te verzinnen. Jij kan weer rustig slapen? Ik kan weer rustig slapen. Hoe gaat hij nou dadelijk naar voren? Er zitten twee grote balken in, de pooling sticks. Daar zitten kabels aan vast. En die gaan naar de andere kant van het landhoofd. Dat zijn hele grote vijzels. Daar wordt aangetrokken en zo trekken we het dek vooruit. Nou, dit zijn de vijzels. Hier trekken we mee aan het dek. En dat zijn de echte spieren van het project. Heb jij ook de verzekeringscontracten afgesloten? Nee, ik niet. Maar die zijn er wel. Hier komen die kabels in. Ja, inderdaad. Je gaat alvast beginnen? Ik ga alvast beginnen. Hey, maar zo gaat dat dus. Alleen beweegt het dan. Alleen beweegt het dan. Ja. Je moet nog even naar de sportschool. Ik moet nog een spinazie eten. Als je hem hiermee over de pijlers moet trekken, dan moet hij wel stevig zijn. Dat is een stevige constructie. Daar gaat een hoop ijzer in. Je bent een ijzervreter? Daar gaan we wel voor, ja. Maar wat maakt dit dan zo moeilijk? De eerste motor is heel ingewikkeld. Ja, want de eerste motor wordt binnenkort gestort en die wordt dan opgeschoven. Ja. Dus die moet helemaal picobello zijn natuurlijk, hè? Ja, je hebt alle spankabels die beginnen in deze moot. Uit een balk vandaan die helemaal vol zit met ijzer. Daar hebben we de neus en hier hebben we dat stuk ijzer. Dat moet echt het stevigste stuk worden. Dat moet echt het sterkste stuk van de brug worden. En jij denkt een paar keer per dag had ik maar een andere baan genomen ooit? Nee, nooit. Waarom niet? Als ik dat denk, stop ik ermee. Nee, dat ga ik niet aan beginnen. Jij blijft ondanks deze hoge moeilijkheidsgraad en de regen, zeg jij van dit is mijn ding. Ja. Ik heb mij niet moeilijk genoeg. Dit vind ik wel een heel fraai staaltje van aanleg. We hebben een uitvoerder, die is gek op tuinieren. Een hele gezonde jongen. En die is hier zijn eigen groente aan het kweken op de groenteboom. Vandaar dat dit zo'n gezond project is. Zeker. Dat iedereen zo loopt te stralen. Ja. Dat de vitamine eraf spatten. Inderdaad. Dus daar gaat straks als eerste die neus overheen met het eerste segment. Klopt. En het verkeer, zoals nu, rijdt gewoon door. Het gaat gewoon door. Durf jij met je autootje onderdoor? Absoluut. 1000%. Als jij het durft, durf ik het ook. Tot slot, de wegwezer. Voor het verkeer is het niet verkeerd. We zijn weg.